De Gerrit Vortex. De is hij. Van hier tot hier. Kan zo in een rugzak. Kan hem lekker meenemen. De Gerrit Vortex. Hij heeft... het is 3-in-1. Het is 1 detector. De goedkoopste is... €529. De middelste is €629. En de duurste model is €699. De goedkoopste, dat is de VX5. Die werkt alleen op 13 kHz. Dan heb je de opvolger, dat is de VX7. Die is, moet ik even spieken. Die is op multifrequentie en multisalt heeft hij op 5 kHz en 13 kHz. En dan heb je de opvolger, de VX9. Ja, dat is het duurste model. En die heeft multifrequentie, multisalt, 5 kHz, 9 kHz, 13 kHz, 18 kHz en 25 kHz. Dat is de VX9. Deze, die ik nu laat zien, dat is de VX9. Dan ga ik zo meteen laten zien hoe de instellingen werken en het menu en waar de knoppen voor dienen. Het is dus 1 detector met upgrading tot een hoger model. Dat is de VX5. Die kan jij een upgrade kopen. En dan kan je hem naar de VX7 of naar de VX9 upgraden. Hetzelfde geldt voor de VX7. Die kan jij naar de VX9 upgraden. Dus als jij het budget nog niet hebt om een VX9 te kopen, kun je beginnen met de VX5. En dan kan je zo stapsgewijs een upgrade kopen totdat je aan de VX9 zit. Nou, met deze knop mode, daar zetten we hem mee aan. Maar die knop die kan je ook gebruiken als je hem wil resetten. Dan moet je hem langer inhouden. En de VX9, dat betekent 3 balken. Dan gaan we eerst even de knoppen hier bekijken. Dit is de pinpoint knop. Maar die knop die kan je ook gebruiken voor het menu voor omlaag te gaan. Dit is de grondbalansknop. Dit is de menuknop. En dit is rechts, links, plus en min. Dan gaan we hier kijken. Hier staat hij op standaard. Multifrequentie. Hier heb je de batterij. Hier heb je de sense. Sensitivity. Hier heb je de diepte waar het voorwerp ligt. Met een leuk schepje erbij. Nou staat hij op standaard. Met deze knop kan je hem veranderen. Hier heb je US coins. Dan zijn er weer andere balkjes. Die zijn weggehaald. Dan heb je custom. De custom knop. Die kan je zelf bepalen welke blokjes dat je aanzet. Dan heb je de beach mode. Dat is voor op strand. Dan zie je meteen beach mode heeft 1 balk. Dan heb je tint coins. Dan zie je dunne muntjes. Dat er dunne balkjes zijn. En dan heb je fast. Dat is als jij
op een zoekdag bent en je wilt tokens gaan zoeken, dat je heel vlug kan zwaaien over andere voorwerpen die je niet wil. En dan heb je nog zero. En zero, dan pakt hij alles. Dus al het ijzer, hij is gewoon van 0 tot en met 99. Dan hebben we hier het menu. Het eerste, dat is de sense. Die kunnen we tot en met 8 zetten. Ik zet nou even helemaal uit. Dan gaan we omhoog. Krijgen we de volume. Die kan je ook helemaal tot 8 zetten. Zet hem nou even uit. Dan krijg je ijzer aan of uit. Nou staat je op uit, aan. En weer uit. Dan krijg je de ijzervolume. Die gaat ook tot 8. Dan krijg je de frequenties. Dat is, hij staat nu op multifrequentie. Multisalt. 5 kHz. 9 kHz. 13 kHz. 18 kHz. En 25 kHz. En weer op multifrequentie. En multifrequentie, dan pakt hij alles van 5 tot en met 25 kHz. Dan gaan we naar kanalen. Hij staat nu op kanaal 5. 8 kanalen heeft hij. Kanaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan heb je de swing modus. Hoe snel dat je met de zoekschijf kan zoeken. Hij staat nu op 1. Je hebt er 3. 2 en 3. En dan ga je weer naar 1. Dan heb je verlichting off. Of on, dus uit of aan. Dan heb je een koptelefoon. Dan moet ik even erbij vertellen. Je hebt de koptelefoon. Dat is de Z-Link MS3. De Z-Link MS3, hier zit dus ook de Z-Link op. Je zet hem aan. Dan staat hij te knipperen. Dan ga je naar toepair. Druk je plus, doet je scannen. Zie je hier de koptelefoon. Het lampje brandt continu. En dan zie je hier de koptelefoon. En tevens de verlichting, want die had ik nog niet uitgezet. Dan zet ik de koptelefoon weer uit. En dan is de koptelefoon dadelijk hier weg. Dan ga ik naar het volgende. Even terug naar de verlichting. Op uit. Dan krijg je deze. Dat is... Dan kan je de balkjes mee discrimineren. Dus als ik nou op hierop druk, ik wil tot en met 50 bijvoorbeeld weg hebben en ik ga naar boven en ik wil die weg hebben en die weg hebben en dan ga ik naar beneden en ik wil die weg hebben en die weg hebben. Dat kan je dus met deze knop instellen. Dan hebben we het volgende. Dat is deze. Dat is ook ijzer. Die kun je instellen van 0 tot 39. Dat is hogere resolutie van het ijzer. Deze. Die kan je ook maar rechts en links instellen. Dat zit er allemaal onder het menu. Dus je hebt hier 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 stuks heb je onder het menu zitten. Dat was het menu. Dus de VX9 die heeft 3 balkjes. Dat kan ik hier even laten zien. De VX5 heeft 1 balk, dat is de middelste. De VX7 die heeft de middelste balk en de onderste balk. En de VX9 die heeft alle 3. Boven, midden, onder. De onderste balk, dat is ijzer. Dat is simpel ijzer. Dat gaat van 0 tot 39. De middelste balk, die gaat van 40 tot 99. Dat is non-ferrous. Dus alles wat geen ijzer is, geeft hij in de middelste balk aan. En de bovenste balk, dat is complex ijzer. En dat is van 0 tot 39. Bijvoorbeeld een bierdopje, die geeft hij in het midden aan, maar ook onder en boven. Dus dan weet je dat je die niet op hoeft te graven. Dat is de informatie over de balkjes. De handleiding van de Garrett Vortex. Die kun je bij ons vinden op Garrett Metaldetector Users Holland Belgium. Onder bestanden. Hier heb je de link.